Ik heb mijn wekker vanochtend heel vroeg gezet voor mijn doen en allemaal voor een goed doel. Want ik heb namelijk precies gemeten dat het vanaf het centrum van Rotterdam, wat daar is, tot hier 8 kilometer is. En dan vanaf hier tot aan het centrum van Den Haag is het 20 kilometer. En dan sta ik bij Rotterdam The Hague Airport. Wat is de populariteit van de regionale luchthaven en hoe kun je er shoppen? We komen erachter. Come fly with me, let's fly, let's go away. Het is eigenlijk bijna jammer dat ik hier sta en niet op vakantie mag, maar gelukkig mag ik met Desiree Breedveld wel uitgebreid even praten over het vliegen. Zie je nou dat mensen steeds liever dicht bij huis vertrekken? Ja, regionale luchthavens zijn in Nederland in opkomst, overigens in heel Europa. En dat heeft er vooral mee te maken dat mensen voornamelijk kiezen voor snelheid en reisgemak als het gaat om een relatief kortere vlucht. Ja, de vluchten hier die duren zo tussen een uur en de 3 uur. Ja, dan is het gewoon heel erg makkelijk als je dicht bij huis kunt opstappen en kort van tevoren kunt inchecken, dichtbij parkeren. En dat zijn de voordelen van de regionale luchthaven in het algemeen en dus ook van Rotterdam The Hague Airport in bijzonder. Als je nou kijkt naar het aanbod van een luchthaven, hoe komt dat aanbod van bestemmingen nou tot stand? Nou, het bestemmingennetwerk is natuurlijk heel belangrijk op een regionale luchthaven. Dat bouwt zich op in de loop van de jaren. Daar wordt ook hard aan gewerkt. En een luchthaven heeft over het algemeen een langjarige richting waar je met zo'n luchthaven naartoe wilt. En in het geval van Rotterdam The Hague Airport is dat met name de zakelijke reiziger enerzijds en aan de andere kant de vrije tijdreiziger die bijvoorbeeld naar een tweede huis gaat, naar familie in het buitenland of in het geval van de wintersport naar allerlei sneeuwbestemmingen. Helemaal goed, ga ik even rondkijken. Hartstikke goed, tot ziens, dank voor je komst. De eerste luchthaven van Rotterdam werd in 1920 geopend. Vanaf dit vliegveld werden er ballonvaarten uitgevoerd boven het centrum van de stad. En het eerste luchtvrachtvervoer van Nederland vloog hier vandaan. Nu we alles weten over de luchthaven van Rotterdam en de mogelijkheden, is het tijd om te shoppen. Want daar zijn we ook goed in. Hi, Melvin. Goedemiddag, Kevin. Ik wil het graag even met je hebben over de geuren. Gaan we doen. Hartstikke goed. Melvin, als ik zelf ga vliegen, dan ben ik altijd een enthousiaste shopper. Want jij, je hebt toch tijd zat. Hoe zit het met andere mensen? Kevin, je kan grofweg twee typen passagiers onderscheiden. Je hebt de lijndienstpassagiers. Denk aan de vaste lijndiensten, normaal Alicante, Nice, Faro, Ibiza, Biarritz. En die gaan over het algemeen wat sneller op hun doel af. Die weten wat ze willen. En je hebt natuurlijk ook het vakantiepubliek, het charterpubliek. En die neemt de tijd. Dat is shoppen, dat is fun, dat is nieuwe geuren uitproberen. En dat is mandje vol. Nou, ik hoor eigenlijk dus twee soorten passagiers, maar dan hebben we ook nog te maken met mannen en vrouwen. Wie zijn de kritischer? Nou, over het algemeen, Kevin, zijn de dames wel een stuk kritischer natuurlijk. Er is ook een heel groot aanbod in geuren en de dames die hebben wat meer tijd nodig over het algemeen. En hoe zit het met de mannen? Nou, van de mannen is natuurlijk tegenwoordig ook een breed aanbod en denk ook aan cosmetica. Dus die kunnen er ook wel wat van. Dan ga ik ook even kritisch zijn, dankjewel. Kevin, bedankt en succes met je keuze. Dankjewel. Dag. Desiree die zei het al, stroopwafels zijn dan echt Nederlands en dat vinden mensen die niet uit Nederland komen heel erg leuk. Dit vinden wij misschien een klein beetje fout, maar stiekem is het ook wel heel erg leuk. En Nederlands, zo kan het niet. Een molen en delfblauw.